Hallo, ik ben Frank van High School Amps en ik ga iets meer vertellen over onze Vox AC15. Je kunt u de vraag stellen van waarom willen wij eigenlijk jullie een Vox aanbieden? Dat is, ja, ik ben eigenlijk vroeger altijd fan geweest van U2, van Queen, van Rory Gallagher en die gasten speelden allemaal op Vox. Dus ik heb mij destijds een Vox gekocht van in het jaar 68, een heel goede Vox. Die was zo fantastisch dat ik dacht van wow, dat is mijn versterker. Maar wij hebben eigenlijk nu geprobeerd om een Vox te maken, maar die eigenlijk in zekere zin nog een aantal voordelen heeft die een ander niet heeft. Dus mijn vroegere Vox, dat is 30 watt. Dat is zeer, zeer luid. Wat die Vox eigenlijk, dan moet je op 10 zetten. Je moet eigenlijk maken dat die lampen grollen en die beginnen vervormen. En dan pas eigenlijk komt die een Vox tot leven. Dus voor ons. Dus 30 watt, zeer luid. Dus wij zeggen van, oké, we gaan een 15 watt er pakken. 15 watt is nog altijd luid, dus wij worden nog waar. Voor optredens is dat juist picobello om luid te spelen eigenlijk, maar voor het repeteren is het nog te luid. Dus we hebben er een knop opgezet, 15 watt, en kunnen naar 8 watt zetten en ook naar 4 watt. Dus je kunt eigenlijk op repetitie ook vlot spelen. En doordat het een 15 watt is hij veel lichter. Dus een gewone Vox weegt 40 kilo en de onze weegt er maar 20 eigenlijk. Dus goed voor de rug, goed voor van alles. Dus 20 kilo Vox aan je eer. We gaan even kijken hoe dat erop zit. Dus eerst en vooral gezien, Celestion Blue Speakers. We hebben er van alles in gestoken van Celestions. Maar de Dien eigenlijk is de beste. En wij vinden eigenlijk dat onze Vox heel goed moet klinken. Dus we hebben de duurste erin gestoken, een Celestion Blue. Fantastisch. Als we kijken naar de regelingen. Tremolo zit er niet op, gelijk de gewone Vox. Wat hebben we wel? Dat is het Top Boost kanaal, Bright. En daarbij kun je eigenlijk het gewoon kanaal mixen. Dus kijk straks een keer naar de soundfiles, we gaan daar wel iets over zeggen. Dan heb je bas, treble en high cut. En hier heb je dan de power knop, dus 15 watt, 8 watt en 4 watt. We hebben die Vox in gang gestoken en we hebben er de dia van een 68 naast gezet. De dia klonk eigenlijk iets minder warm, vonden we. Dus wat hebben we gedaan? We zijn gaan kijken van hoe kunnen we dat oplossen. En we hebben een knop bijgezet. Een zeer eenvoudige knop, maar die zeer goed werkt. Met die knop, wat doe je? Het zit hier van achter gewoon. Dus wat doe je? Je maakt dat hij iets meer grol heeft. Klein beetje tophoog eraf. En dat maakt dat hij zo wat meer bluesy klinkt. Maar het voordeel is, die knop. Met knop is dat eigenlijk een bluesy sound. Queen, U2. Zonder die knop erop, heb je meer een agressievere sound, dan kun je eigenlijk perfect Oasis spelen met die versterker. Dus het is een zeer veelzijdige versterker dat we maken.